Motormannen 2018 video is begonnen. Nou. Goedemorgen, we zijn in Bonn. Het is 6 juni. En we hebben een heerlijke nacht gehad. Overnieuw. Ik zeg... Klap. We hebben even een nieuw filmpje. Hebben jullie wel een kusje gegeven voor elkaar? Goedemorgen, we zijn in Bonn. 6 juni, Motormannen 2018 is begonnen. Gisteren zijn we om 3 uur vertrokken vanaf Nieuw-Vennep. Ja. We hadden een beetje een lastige rit hier naartoe, want het was best wel druk. Veel file. Veel file, af en toe langzaam gereden. De tweede helft ging wel goed. Aangekomen in Bonn rond een uurtje of 8. Gegeten bij de Burger Saloon. Ja. En daarna nog een biertje genomen in downtown Bonn. Maar... was leuk. Ja. Kunnen we nog wat eten, jongens? Vandaag lekker. Doe maar een Indische rijsttafel. Ik merk dat een paar de motormannen niet zitten te wachten op een video. Vandaag gaan we richting Karlsruhe en dat doen we met een TomTom spannende route. Ja. Dus zin in. Ik denk het ook. Het wordt heel, een heel creatief bedacht is dit. Ja. Spannende route. Klinkt ook spannend. En wat jij zei, Karlsruhe klinkt ook spannend. Karlsruhe klinkt zeker spannend. Dus we verwachten er veel van vandaag. We gaan hem uitzetten en op de motor zien we jullie terug. Ja. 9 uur, we zijn er bijna klaar voor. Zoals je ziet, het zonnetje schijnt al lekker. Ja, het wordt een warme dag met een spannende route. Dus daar kijk ik al helemaal naar uit, André. We gaan ons laten verrassen door TomTom vandaag. Ja, het is één grote verrassing wordt dit. René, ja. Waar zijn we? Bij de spannende route aanbeland bij een... wat is dit eigenlijk? Een bakkerij, dat wel. Maar de spannende route optie werkt uitstekend, André. We hebben een lekker bakje koffie. Dan gaan we verder. Spannende route. En we gaan filmen. Kijk, daar is die, de GoPro. Even kijken. Ja. We gaan filmen vandaag. Heel veel op de spannende route. Ik weet nog niet precies wat we gaan meemaken, maar ik heb alle vertrouwen in. Het zal vast spannend worden. Op naar Karlsruhe. Ja. Oh, Karlsruhe. Ligt in Duitsland. Dit is trouwens René. Ja. Motorman Erik. Karlsruhe, het klinkt heel erg spannend. Echt waar. Dus dit is... André, André. Motorman Henk. We hebben hem, motorman Anton. Yep. We zitten nu eventjes lekker te lunchen. Het duurde eventjes voordat we de lunchroom gevonden hadden. Het is lekker warm en we maken verschrikkelijke mooie spannende wegen, bochten. Het is echt geweldig rijden. En zeker met deze temperaturen. Ja, het is helemaal goed. Hoeveel kilometer hebben we nu gereden? Een lekker uitje broodje. Ja, smakelijk heel goed. We hebben nu 200 kilometer gereden en we moeten nog 106 of zo. 106? Ja. Best te doen. Ja, hè? Het is helemaal niet warm, dus het is lekker. Nee, dus op zich is het wel lekker. Dat gaan lekker 30 graden, zeg maar.
We nemen de veerboot de Rijn over. En zoals je kan zien stroomt het behoorlijk. Nou, moet je je voorstellen, dit is de Rijn en wij gaan zo oversteken. Zo simpel is het. Vandaag 7 juni. We verlaten het hotel in Karlsruhe. Is het nog een beetje meegevallen door het Karlsruhe? Ja, viel niet helemaal tegen. Het was wel een beetje rustig, maar we hebben toch wel een plezante, relaxte avond. We hebben ons wel vermaakt. We hebben ons wel vermaakt, ja. Met, gegeten bij een Duits restaurantje. Ja, soort met Wiener schnitzelachtig iets. Er was ernstig behoefte aan, dus dat hebben we ook maar ingewilligd. Ik wilde naar de Libanees, maar kreeg ze niet mee. Nee, zijn we in Duitsland, dan gaan we vreemd eten. Kan natuurlijk niet. Ja, dat is toch lekker. Ja. We hebben wel vreemd gedronken. Hier is de pub. In de pub, ja. As usual. Dat wordt wel een beetje rode draad in ons verhaal. En we gaan vandaag naar Baden-Baden. En de kortste weg is 100 kilometer, denk ik. Nee, 37. Dus ga ik horizontaal recht toe, recht aan. Ja, voor mij snelweg 7,5. We maken een, ja, we hadden gisteren een spannende route. Spannende route Tom Tom. Vandaag spannende route Henk Henk. Dus dat belooft natuurlijk. Ik heb er zin in. Maar, het is 220 kilometer zo'n beetje. Maar nu gaan we echt zwarte woud in. Het is wel lekker warm, moet ik zeggen. Het is, maar het is goed te doen. Heerlijk. Alles is dubbel vandaag. Hè? Alles is dubbel vandaag. Baden, baden. Dus alles is dubbel. Alles is dubbel. Ja, drink, drink vanavond. Rond avond. Ja, vanavond. Goed. Laatste woorden van André. André. Ja, baden, baden. Baden in de Zweed zouden we zeggen. André, André. Trouwens, aardig afgekoeld. Het is een beetje bewolkt geworden. Zelfs een paar spetten is net. Temperatuur is goed erin. Op een of andere manier heb ik dit over het hoofd gezien voordat we weggingen. Ik voelde net pas dat ik dik. We hebben net alles over het asfalt laten halen. Ja, ik heb de hele dag. Nee, heb ik dat met een enorme bochten. Mega scherp. Het doet wel mee met een naam te eer aan dit, hè, met plakband. Dan plakband. Ja, gaat goed komen. Ja. Ik zeg dat hij voorlopig in 5 jaar mee kan. Dit denk ik ook wel even hoor. Ja, die kan je niet meer op. Helaas geen Schwarzwälder Kirsche, maar. Nee, maar wel appeltorte. Ik wou zeggen, dit is geen Schwarzwälder Kirsche. Ja, we zitten in Zwarte Woud, bekend om de om de Schwarzwälder Kirsche tarte. Maar helaas. Maar een appel is het appel? I was all alone.
zijn midden in Zwarte Woud. En we gaan de bekende route 500 nemen. We hebben hier trouwens even gegeten. Best lekker gegeten. Route 500 is mij geadviseerd door een collega. Dat is de route die je moet rijden met de motor als je dus naar het Zwarte Woud gaat. De Hochtiefstrasse heet dat. Dus ja, het schijnt echt gigantisch mooi te zijn. Klinkt spannend. Klinkt spannend. Ik heb pas aan Henk doorgegeven die de route moet gaan maken, of gemaakt heeft. Nou, probeer hem er even in op te nemen. Dus nou, dat heb ik hier gedaan, dus ik ben benieuwd. Ik ga mijn GoPro bij de hand houden. Ik zou het doen. En voor route 500 hebben we natuurlijk nog meer GoPro beelden nodig. Ik kan niet genoeg beelden hebben. Dus het is een apparaat die de GoPro op de borst monteert. Speciale borstbeelden krijg je dan. Ja. Ik ga hem even drukken. Ja, staat aan. Ga maar, je moet eens op je motor zitten. Als je heel stil bent, dan hoor je wat. Maar dan moet ik nu mijn waffel houden. Je hoort watergekletter. We gaan naar de waterval. Dat is een woordje Zoom Wasserval. Laten we het even in beeld brengen. Zoom Wasserval. Ja, wijs hem maar aan, Henk. Samen Zoom Wasserval. Ja. Die kant op. Was je los? Laten we even kijken. En jongens, wat vinden we ervan? Ja, mooi hoor! Toppie! Nou, wat een enthousiasme. We zijn aangekomen in Baden-Baden. Dit is ons hotel voor vannacht.